sinds ik een mini-vliegtuigje zag, ben ik niet meer te houden. Ik zag en het timmerde de hele dag om mijn eigen vliegtuig te bouwen. Eentje waar ik zelf in pas, dus hij werd wel een stukje groter. Mijn eigen reuze mini-vliegtuig met een echte rubberen motor. Ik weet het nog goed, het was een zonnige dag toen ik voor het eerst een mini-vliegtuigje zag. Bij een open veld, dus ik zag het meteen. En het mini-vliegtuigje schierde vlak over me heen. Helemaal verbaasd en verrast stond ik daar. En een stukje verderop stond vast de eigenaar. We raakten aan de praat over lucht en thermiek, over wind en techniek en of het kwam uit de fabriek. Hij zei, nee, dat heb ik zelf berekend en een echte bouwtekening op schaal nagetekend. De motor is de rubber die je aan kan draaien. Je slingert de propeller, gooit hem op. En dan ga je. Ik dacht, waar was ik dat nou eerder wist? Had ik nou misschien zelf wel zo'n eigen kist? Dus ik maakte een plan, echt stoer en ruig, voor een heus echt eigen reuze mini vliegtuig. Want sinds ik een mini vliegtuigje zag, ben ik niet meer te houden. Ik zag en het timmerde de hele dag om mijn eigen vliegtuig te bouwen. Eentje waar ik zelf in pas, dus hij werd wel een stukje groter. Mijn eigen reuze mini vliegtuig met een echte rubberen motor. Ik zocht bij de vuilnis nog goede stukken hout en heb er van mijn eigen vliegtuig gebouwd. Ik maakte een propeller van een oude ventilator en bom mijn slede eronder om te landen op water. Ik moest alleen nog wat elastisch rubber vinden om die propeller strakjes op te kunnen winden. Dus ik pakte snel mijn opa's en bretels. Ik draaide de propeller en het lukte wonderwel. Alles was nu klaar voor mijn eerste vlucht. Ik stapte in mijn kist en sprong een gat in de lucht. Zo vloog ik over Amsterdam en na een uurtje kwam ik via Rotterdam nog even zwaaien naar mijn Durodam. En zag van boven mini-mensjes lopen en eentje stond te zwaaien. Verrekt, het is mijn opa. Met woeste gebaren riep hij in zijn blote kont. Hey, breng mijn bretels nu meteen naar de grond. Maar sinds ik een mini-vliegtuigje zag, ben ik niet meer te houden. Ik zag en het timmerde de hele dag om mijn eigen vliegtuig te bouwen. Eentje waar ik zelf in pas, dus hij werd wel een stukje groter. Mijn eigen reuze mini-vliegtuig met een echte rubberen motor.